Welkom hier allemaal. Het is voorjaar, de zomertijd is vandaag begonnen. We doen de koeien weer naar buiten. Ik vind het mooi. Het is voor ons financieel heel erg interessant om naar buiten te doen. Ik wil er direct wel bij zeggen. Er zijn ook heel veel boeren die daar de koeien naar stal. Een bewuste keuze is, hebben wij daar geen probleem mee. Jantje en ik en de kinderen hebben buiten het financiële voordeel ook gigantisch veel plezier in koeien leiden. Dus veel in het land bezig, veel buiten bezig. Het is zoals wij weiden vrij intensief, dus het wel heel erg werkzaam. Maar we hebben het er wel voor over. En de koeien die vindt het ook plezierig, dat zullen jullie straks ook zo zien. We gaan nou straks gaan er 105 koeien naar buiten. Wie ze telt mag, die mag ze telten. Dat hoeft er mij niet. Tegenwoordig met wat nieuwe wetgeving en alles te maken, een nieuwe regelgeving. Dat komt voor ons niet helemaal gunstig uit. We mogen totaal 110 koeien houden, inclusief jongvee. Dat houdt dus in, zoals het er nu bij staat. Nou kun je nou maar naar buiten gaan. Alles wat nog op stal blijft, dat moet voor 1 januari 2018 wegwezen. Zo simpel is het. Dus komt er dan op neer. Gooi op 80 koeien nu, dan moet er hier nog 20 van weg. Dan hou je nog wat jongvee over. Dus dan wordt een financieel wat een moeilijk verhaal. Zoals een aantal van jullie weten, zijn een aantal jaren geleden een beetje ziekte allemaal gestopt met koeienmelk. We hebben nu weer opgestart. En we hebben nog hoop op dat de knelgevallenregeling voor ons positief uitpakt. En dat moet allemaal nog wel gebeuren. Daar hebben we nu dus nog geen duidelijkheid over. Dus het is wel spannend hier allemaal. Maar de passie voor het vak en voor het vee, dat is er bij ons allemaal. Als het nodig is, helpt de kinderen ook met. Dus dienstbedrijf, en het is ons, eigenlijk ons hele leven draait om de koeien. Ik moet eigenlijk op leren. In het weekend heb ik twee supergoede knechten. Gijs en Luc. De beide jongens met de kont over alles uit. Ja. Die helpt mij mee met.
Mm-hmm.